Wat nou als je even zonder enige beperking denkt? Wat zou je dan willen? Wat zou je anders willen? Waar had je van gedroomd? En vervolgens, maak een klein zeg ik, wat is de eerste stap die je in 3 maanden gaat maken? Die binnen je mogelijkheden van tijd, geld en energie zit. En dan kan het eigenlijk altijd. En wat je dan ziet, en dat doe ik al heel lang, is dat je ziet dat mensen kleine stapjes maken. En daar krijgen ze vertrouwen van, krijgen ze energie van, ze stimuleren anderen, anderen gaan helpen. Ontstaat er eigenlijk iets heel moois. Nou. Leuk, Mark. Wat maakt de blauwe diesel blauw? De blauwe diesel is een fossielvrij product. Het wordt gemaakt van plantaardige afvalolie. En als je dat vergelijkt met diesel over de hele keten, is het 89% CO2 reductie. We maken dus al een hele mooie start met, ja, met een bus die dus eigenlijk al CO2 neutraal rijdt. We willen natuurlijk het liefst landelijk uitrollen, maar ook een stukje bewustwording bij mensen maken. En dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste. Ja, doe erin. En dan de volgende. Ja. Kijk. En het leuke is, hij is voor jou. Ja. 20 liter, hè, was het? Ja. Wij gaan rijden met blik op de toekomst. Yeah. En we vragen natuurlijk iedereen naar de blik op de toekomst. Jij staat hier, jij bent echt een vernieuwer in zorg. Ben je dan eigenlijk een soort zaadjes aan het planten? Ja, dat is eigenlijk het idee. Want ik geloof altijd dat de impact zit niet zozeer in wat wij doen, maar in wat anderen overnemen van ons. Nou, bij jullie staat buiten durf te dromen. Dat vind ik zo geweldig. Daarom ken ik je. Ja? Wat zou je opschrijven als ik je vraag, durf te dromen in jouw vakgebied? Wat ik hoop is dat de samenleving zo zorgzaam wordt dat psychiatrie niet meer nodig is. Wat is er binnen je mogelijkheden van tijd, geld, energie mogelijk om deze droom 1 stap verder te brengen dan je nu al doet? Want je doet het al. Wat is een stap in die samenleving dat gaat doen? Onze voordeur die staat echt letterlijk altijd open. En ik had gisteren bijvoorbeeld een man en die was echt een beetje verward. En je ziet in de straat, iedereen loopt om die man heen. En daardoor isoleert hij. Hij isoleert niet omdat hij een beetje vreemd is. En ik hoop dat heel veel mensen en ook bedrijven dat gaan doen. Want dat is wat volgens mij heel hard nodig is. De blauwe economie. Ja. En ik heb gezegd, ik ga lezen. Ik vind het, gaan we kijken of het lukt. We gaan openmaken, anders ik weet je toch te vinden. En we gaan elkaar zien. Yes. Leuk, goede timing dit. Dat ja. Je nu hier. Hallo. Even een pitstop doen. Een pitstop, hoi. Dus Utrecht is de inspirator. Nee. Ja, wij zijn de inspirator. Dus je kan het niet zomaar weggaan, het is erfgoed. Nu al! Yeah! Zoiets? Ja, ik vertelde net in de bus al waarom we jou moesten ophalen. Ja. En dat jij eigenlijk de reden bent waarom we nu naar Amsterdam gaan. En jij hebt ooit gezegd van Dennis, kan je met de Fitbus eigenlijk bij gewone mensen komen? Kan je nog eens uitleggen hoe je dat eerste contact ging? Want... Nou, dus ik was op dat moment de enige die zo op korte termijn kon. Dus toen ben ik met jou in de Fitbus gestapt en er waren nog een aantal anderen bij. En ik vond het direct heel inspirerend, ook al wist ik nog niet precies wat er aan de hand was. Dat je toch een overheid bent, een gemeente, bereik je niet iedereen. En ja, we zien nu al dat het hele andere impact bereikt dan bijvoorbeeld Utrecht voor Global Goals, de stichting, dat doet. Ja? Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd. Internationale politiek, alles globaal, groot, ver weg. Wat gebeurt er als al deze 17 dingen die hier zo staan... zeg maar, gerealiseerd zijn. Wat, ja. Dan kunnen we tegen toekomstige generaties zeggen, alsjeblieft, dit is wat we jullie nalaten. Niet zo van, sorry dat we dit jullie nalaten, maar alsjeblieft, dit is wat we jullie nalaten. We hebben ons best gedaan om te werken aan een mooiere wereld, een schonere, eerlijkere wereld. Dit is hoe ver we zijn gekomen. In mijn lezingen probeer ik mensen aan te geven van op welke plek zit jij in dat systeem. Ja. Hoe werkt dat systeem? Hoe ben je daarin terechtgekomen? Sommige mensen moeten leren om hun eigen plek te vinden. Een belangrijke doelstelling voor het onderwijs. Maar je had het net van waar kom je vandaan. Amsterdam heeft ook nog een paar kernen van waar ik vandaan kom. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Pruigoord.
nu zijn we bezig voor Lowlands, zijn wij heel veel tosti's aan het maken. Dat is een grote cateringklus, want hiernaast zit een faciliterende keuken. Yo! Nou, dat we gaan leren dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dus ik schrijf op... Zou je een hier een onmogelijke groep mensen die je hier niet zo snel zou krijgen, bij elkaar aan het dansen kunnen krijgen? Ik heb toevallig op de Zuidas gespeeld ook. Dat ging goed. Dus als het daar lukt, dan misschien lukt het hier ook wel. Ik denk dat het mogelijk is. Laat het gewoon doen. Binnen 3 maanden. Ja, en dan heb je wel een grotere bus nodig. Goed, maar dan gaan we het hier doen, toch? In de kerk, hè? Ja, lijkt me wel. Ja, goed, dat is levensier.